wel, maar er komt tegelijkertijd ook heel veel sneeuw op. En dan kun je het er eigenlijk niet afhalen. Dus dan is dat voor de ijskwaliteit niet altijd best. En dan moet het een aantal dagen duren. En dan kun je daar nog wel, dan groeit die ijslaag nog wel aan. Als je wat minder sneeuw hebt, is die ijslaag wat eerder op peil. Het is wel zo, en dat hebben we dan hier in het noorden weer, dat er heel veel wakkers zijn doordat er een harde wind staat. Maar Piet, jij komt uit Friesland. Ja. Er gaat nu straks, het woord zal gaan vallen natuurlijk de komende dagen als het langer blijft vriezen dan we denken. Ja. Dan gaat er een woord vallen, een Fries woord. En dat, ja, het is de Elfstedentocht. Het grote taboe, hè? Ja. Nou ja, taboe. Het begint er al over als er nog niet eens gevoren heeft. Maar ja, met het virus erbij, dat is een beetje de dodelijke combinatie, toch, Piet? Ja, nou ja, goed. Je hebt waarschijnlijk wel begrepen dat de Elfstedenbestuur aan het begin van het jaar heeft gezegd, wij kunnen nu met deze situatie geen Elfstedentocht uitschrijven. Ja. En wat zou dat sneu zijn als dat nu wel zou kunnen om het ijs? Ik heb al tijden gezegd, er gebeurt nog wel eens wat. We krijgen best nog wat winter. We krijgen best nog wat sneeuw. Ik ben ook blij dat dit nu gebeurt om aan te tonen dat ook in een tijd van opwarming er best nog wel winter kan voorkomen. 2018 hebben we gehad. 2012 bijna op Stedentocht. Maar laten we even luisteren hoe dat begon in 97. Even het goede gevoel weer even. Het geert on. Komende zaterdag. Wat is het hier? Een complete gek hier in Sloten. Ja, dat is toch enig? Ja, dat is hartstikke leuk. Een hele gezellige dag. Meestal maken we andere dagen met ME mee. Voetbalrellen, krakersrellen en dat soort dingen. En dit is echt een heel leuk sfeertje. Heel gezellig. Nou, zo zal het dus niet gaan. Maar Piet Paulusma, stel dat het wel zo gunstig wordt dat het ijs hard genoeg is. Ja, dan zou je toch ook op 1,5 meter gewoon op zichzelf die tocht kunnen doen? Of ben ik nou gek? Ja, kijk, dat moet je aan andere deskundigen overlaten die zich bemoeien met corona. Maar je weet zelf, dat kan je niet tegenhouden. Als er een tocht komt, dan houden wij die 1,5 meter nooit vol. Maar kun je niet die mensen allemaal eerst even testen? Want 30.000 mensen even dingetje door de neus. Niet veel. Ik denk dat die mensen die er op afkomen, maar die mogen niet komen. Dat probleem is. Die mogen niet komen. Gewoon mooie tocht. Je mag de deskundige voorleggen, maar daar ga ik ook niet over. Maar kijk, weet je. Maar ik merk wel dat in al jouw berichten heb je het steeds. Bij ons is het ijs beter. De wind staat hier lekker. Je zit een beetje te tamboureren op een Friese. Je zit nou te lachen, maar het valt me aan je op de laatste dagen dat je daar een beetje op zin speelt. Is dat zo? Nee, weet je, wat ik zeg is, bij ons valt waarschijnlijk minder veel sneeuw. En ik maakte mij daar verschrikkelijk zorgen om. Want wij willen ook graag schaatsen, net als heel veel andere mensen. Nou, volgens mij wil in heel Nederland mensen schaatsen. Ja. Maar dat kan dus blijkbaar, als ik jou goed beluisterd heb, mogelijk niet overal. Nee, want als er sneeuwduinen van 50 of 60 centimeter, of er ligt 20 centimeter op een hele dunne laag ijs. En we hebben daar ervaring mee opgedaan in 2011-12, al veel eerder. Als er veel sneeuw op een dunne laag ijs ligt, kun je die sneeuw er bijna niet afkrijgen. Dat is het probleem. En, want je weet niet hoe dik het ijs is, en voordat je het weet, zak je er met z'n allen doorheen. Dus dat is gewoon een probleem. Dus je mag hopen dat je in een gebied zit waarbij dan nu sneeuw valt, maar dat geen sneeuwduinen zijn, maar dat is gewoon, dan komt het niet meer goed met het ijs. Dat zeg je eigenlijk? Nou nee, dan wordt het moeilijker. Heb je langer vorst nodig om die ijsvloer toch aan te laten groeien. Want ik zag op de kaarten dat het dan later in de week, woensdag, donderdag, mogelijk zelfs -10 of nog kouder wordt. Ja. Dan kan het dan niet alsnog goed komen. Je hebt dan natuurlijk dan eerder die sneeuw gehad. Ja. Maar er komt dan niks meer bij. Helpt dat dan nog iets? Dan helpt het wel. Maar die sneeuw die moet ook kapot vriezen om die ijslaag wat sterker te krijgen en dikker. Maar als er 20 of 30 centimeter op ligt. Ik weet nog, ik heb een ijsgroeiproject gecoördineerd. In samenwerking met Henk Kroes destijds, ijsmeester bij de Friese Elfstedenvereniging. En dat was in 87. Toen kregen wij zoveel sneeuw. En toen kregen we ook heel veel kou. En toen konden we die sneeuw er niet van het ijs krijgen. Dat zou dan derde jaar op rij zijn geweest, hè? Toen. Wat zeg je? Dat zou toen het derde jaar op rij zijn geweest. Ja, het had... Ik weet nog dat dat toen een hele vette discussie was. Ja. En dat jullie daar toen echt diep over in debat waren.
Ja, weet je wat er gebeurde? Daar lag op een gegeven moment op plaatsen 50 centimeter sneeuw. En er waren zo... Ik maat op een gegeven moment in Franeker iets van 20 centimeter ijs. Maar er lag veel minder sneeuw. Andere plaatsen lag veel meer. En dan is dat zo moeilijk om dat van dat ijs af te krijgen. Ja. En dat zag je in 2012 ook. 11-12, toen kwam de vorstinval met eerst even wat ijs en toen een pak sneeuw in het zuiden van de provincie. En daar lag ook te weinig ijs om... Er moeten wel 30.000 man overheen, mensen. Ja. Maar goed, daar gaan we er even dan inderdaad maar niet van uit. Dat nee, het zoveel zou zijn. Zover maar, is het ook nog niet. Nee, maar dat wij... We gaan er wel maar van zouden uit. We er wel van uit mogen gaan dat in het grote deel van het land er wel degelijk geschaatst kan worden komende week? Ja hoor, ik denk het wel. Want als je ziet naar de temperaturen, je noemde ze al -8, -9, -10. Als het mee zit met het weer en je hebt helder weer en het klaart op en het is rustig en je kunt uitstraling krijgen boven de sneeuw, krijg je lagere temperaturen. Maar daarvoor moet ik zeggen, ijsgroei is over 24 uur en niet over een uurtje in de nacht. Dus daar moeten we wel rekening mee houden. En ik denk dat er geschaatst kan worden. Ik hoop het ook. Ja. Nou, dat hopen we ook. Ja. Sterker nog, toen ik het net vroeg en je zei ja, dat denk ik wel. Toen zag ik hier wat armen omhoog gaan hier in de studio van NPO Radio. Maar je moet bijvoorbeeld op ijsbanen moet je zo snel mogelijk proberen om de banen doorheen te krijgen of dat we de sneeuw eraf. Het sneeuwt ook niet overal evenveel. En het moet vannacht en morgen allemaal nog gebeuren. Hè? Dus het kan best zijn dat... Maar nu valt het gewoon in het water, denk ik. Ja, dat is ook zo. Maar dus als dat zijn we kwijt als het grootste pak, toch? Wat nu gaat vallen. Ja, ik ben heel optimistisch, Art. Ja, dit hoor ik. Maar als het tegelijkertijd gaat dichtvriezen, omdat de temperatuur richting -3, -4 gaat, dan blijft het op een gegeven moment wel liggen. Okay. Nou, we gaan het meemaken. Maar hartelijk dank voor alle informatie, Piet Paulus. En het optimisme heel veel ook, hè? Ja, en het optimisme. Ja, we gaan altijd er leuk voor. Ik ben wat dat betreft ook... Ik ben zo finist, hè? Nee, maar ik ben ook blij met deze winterperiode. Omdat nog eens een keer aangetoond wordt dat ondanks de opwarming er altijd nog kans is op winter. En met inbegrip van deze winter zeg ik nog steeds, er komt binnen 5 jaar zoveel ijs te liggen dat wel een Elfstedentocht kan worden gehouden. Ja, als het om het ijs gaat. Ho, als het om het ijs gaat. Ja, want corona's en dat soort dingen ga ik niet over. Nee, daar ga ik